Buenos dias, muchachos. Mi nombre es Pablo Escobar. <laughs> Hallo, serpentjes. Ik ben Pablo Escobar van Colombia, verkoop En welkom bij een nieuwe video. Uh, ik ga zo meteen naar een Halloween feestje. En ik heb de afgelopen week eigenlijk alleen maar aflopen leren tot diep in de nacht. En dan, wanneer je eigenlijk moet slapen, omdat je vroeg op moet voor je tentamen de volgende dag, toch nog even een afleveringetje Narcos kijken. Ik heb Narcos uitgekeken. En toen had ik nog een Halloween kostuum nodig. En ik had nog geen tijd. Ik denk, boom. Ik ga als Pablo Escobar. Gekke overhemden. Boom. Ik heb het gevangenisbordje gemaakt. Ik heb hier een zakje uh, met zout. Ja, ik weet niet hoeveel ik van mijn kijkers dagelijks. Cocaïne gebruiken en zeggen. Nou. Ik zie meteen aan de manier waarop dit door dit zakje rolt. Dat het geen cocaïne is. Als je die in neus stopt, merk je waarschijnlijk het verschil. Um, verder heb ik dit nep-pistool, die ik echt weg moet gaan doen. Want blijkbaar is het strafbaar om een nep-pistool te hebben. Dus ik, ik, ik doe hem nu voor de outfit. Ook alleen binnen. Ik ga niet met dit nep-pistool in mijn broek. Zoals in Narcos al het hebben. Dat je hem zo in één keer. Bam, uit je broek kan trekken. Ik ga niet met dit nep-pistool over straat. Ik ga hem uh, vandaag nog even gebruiken voor de outfit. Daarna verf ik hem. Of roze. Want als balletjespistool is hij oprecht best wel leuk. Of ik doe hem gewoon weg. Ik zat gisteren helemaal de website van de politie te lezen. Van oeh. Als ik een nep-wapen heb. Als, en ik kom netjes afgeven op het politiebureau, krijg ik dan ook straf en blijkbaar kun je er zelfs een strafblad voor krijgen. Shit is fucked up. Uh, de pistooltjes die zeg maar een soort uh, rood rondje hier hebben, zoals de meeste pistolen in een speelgoedwinkel, die mogen wel, maar dit pistool lijkt echt heel erg echt. Zie je, je kan zelfs zo, op je kan zo het... Ja, yeah. motorisch gestoord deze jongen. Je kan zo het magazijn eruit ploppen. Best wel lachen. Er kunnen balletjes in. Hij schiet nog best wel hard. Hartstikke leuk. Eh uh, sorry van de afgelopen week heel weinig video's maar ik heb gewoon de hele week keihard geleerd. Ik had drie tentamens. De afgelopen 30 uur heb ik meer dan 9 uur lang toetsen lopen maken. Schrijven, schrijven, schrijven. Hopelijk heb ik genoeg punten om het te halen. Dus Rick, hoe ging het? Ik heb voor alle drie mijn tentamens het of net wel gehaald. Of net niet. Nou, als je dat drie keer hebt, heb ik er vast wel eentje wel en eentje niet. Dus, hé, hey, ik vind het helemaal prima. In principe mag ik al die dames nog een keer doen. En dat betekent ook dat ik in al die vakken in ieder geval heel ver ben. Dus als ik zo moet herkansen, moet ik nog naar een paar dingen die niet zo lekker gingen op de toets opnieuw kijken. Volgende week heb ik gewoon weer lekker hoorcolleges. En grotendeels iedere dag maar twee uur op de universiteit. Ik heb eindelijk weer vrije tijd. Veel livestreams. Veel video's. Vanavond ga ik me helemaal de tering inzuipen. Dat valt wel mee. Voorbeeldfunctie. Ik, ik drink sowieso vrij weinig in ja wel water anders ga je dood en fruitsap. sap maar uh, er zijn weinig momenten op je mij echt heel dronken tegenkomt voornamelijk omdat ik gewoon altijd kots van alcohol De laatste keer dat ik heel veel alcohol heb gedronken uh, heb ik gekotst? Dat was al lachen, als op het feestje van Kees. Dat was uh, <laughs> eind augustus in de vakantie. Dus dat is echt, dat was ook echt de laatste keer dat ik goed gezopen heb. Ik drink twee biertjes, dan maak ik bier relaxed vind in mijn slokdarm. En dan houdt het ook alweer op. Ik snuif voornamelijk zout. dus goede kwaliteit. Er zijn daadwerkelijk heel veel mensen in Amsterdam die gewoon waspoeder en zout verkopen als cocaïne. En die worden dus wel eens opgepakt. En dan ben je blijkbaar niet strafbaar, want je verkoopt geen cocaïne de fuck? Soms is de wet zo stom. Je bent heel duidelijk. Dit aan het verkopen. Het zal... ja, dit, ik weet niet hoeveel gram dit is. Ik weet niet hoeveel gram cocaïne gaat. Ik weet dat het heel duur is. Zeg maar, ik zou het voor je kunnen wegen. Waarschijnlijk als je dit als cocaïne zou verkopen is het echt heel veel geld waard. Uh, en je, je bent het dus nog illegaal verkoop aan het doen. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik begin mijn eigen land. Eigen wetten. Maar dat kan me niet uit. Uh, sorry in ieder geval dat er deze week zo weinig video's waren. En wat kei je ervoor terug? Rick, heb je ooit tentamens gehaald? Misschien niet. Ik weet wel een heleboel over scheikunde. Als jij ooit iets niet weet over scheikunde, kom naar Pablo Rix toe. Schiet ik je dood. Kei een lijntje cocaïne. En misschien leg ik je de vraag uit. Tuurlijk, ik kan dat. Suur, redox. Boom, 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 boom. Oh, heb je deze nep wenkbrauwen al gezien? Mensen zeggen wel eens dat ik geen wenkbrauwen heb omdat, ja, mijn wenkbrauwen zijn, zijn heel erg de kleur van mijn haar. En je, je ziet bijna mijn wenkbrauwen niet. Nou, momenteel wel. Ik vind eigenlijk meer momenteel dat op, uh, uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Edgar Allan Poe lijk. heel Poe, ja, misschien ben je niet heel erg van de Engelse literatuur. Maar Poe is heel erg van de griezel, en boeken en shit. Ik lijk heel erg op Edgar Allan Poe. Uh, meer dan Pablo Escobar. Maar dat maakt niet uit. Ik doe gewoon mijn best. Dus sorry dat deze week zo weinig video's waren. Speciaal om je gewoon te leren om te gaan met weinig video's op Serpent Gameplay. Morgen geen video's. Waarschijnlijk ben ik morgen daar dan nog in Amsterdam aan het durpen. Zondag, hopelijk gewoon weer video's. Vanaf dan. Altijd video's, ja, totdat ik geen zin meer heb. Misschien kom ik je uh, vanavond tegen in het Amsterdamse nachtleven. Ik zal je proberen niet te vermoorden, maar ik kan niks beloven. Ik was laatst, dat denk ik, voor het eerst in tijden weer uit. Ik ben niet zo van het uitgaan: van, oh, dansen in de club, kijk de muziek. En ik was er wel. Twee kijkers kwam ik tegen. En dan: hé, hey Rick, ga meer Pokémon Fire Red Light race doen. Hé, <laughs> gast die was helemaal blij dat hij me zag. Dat is wel lachen. Vrij weinig gratis bier gekregen. Dat is eigenlijk het voornaamste wat ik wil. Gewoon het altijd als mensen mij herkennen van het internet. Gratis bier. Ja, maar Rick, je drinkt helemaal niet zoveel. Nou, als het gratis is, wel. Nou, en heel het kijk voor deze video. Pablo Rix, kom maar uit. Nou, deze video ging eigenlijk helemaal nergens over. Behalve dat ik even wilde laten zien dat ik deze outfit heb. Misschien moet ik gewoon een keer voor de grap permanentje nemen. En mijn haar gewoon, dat, nou ja, gewoon de komend jaar zwart is. Of roze. Gewoon een leuke kleur naar keuze. Het werkt voor de video niet fijn. Dus als mijn haar zwart is, dan blendt het heel raar met de achtergrond. En het ziet er heel stom uit. Net zoals dit snorretje heel erg los zit. 3 euro was deze snor. Alleen de snor was 3 euro. Terwijl de haarverf was 2,50. En die snor had echt meteen los nadat ik hem erop heb geplakt. Ik ben boos. We gaan Tim Hofman bellen. Dus hey. ja, sorry voor mijn bestaan. Sorry voor mijn video's de laatste tijd. Ik wil gewoon weer terugkomen met vermakelijke gameplay video's voor het hele gezin. Behalve ouders en kleine kinderen. Ja, niet het hele gezin eigenlijk dus. Uh, dankjewel voor het kijken. Tot ooit. Uh.